Batman! Jawel, nostalgie in de For Sale Today. De Batmobile uit de film en de serie uit de jaren 60 staat te koop. Of, nou ja, het is een replica, maar dan wel een hele goeie. Toegegeven, deze Batmobile verschilt van een paar punten van de omgebouwde Lincoln Futura waaruit het origineel is opgebouwd. Dit is namelijk een flink gepimpte Ford Thunderbird uit 1958. Maar de ontwerper van de originele wagen, George Barris, was dermate onder de indruk van de kopie dat hij besloot hem direct te kopen en er ruim 20 jaar in rond te rijden. Dus het woord replica, dat doet deze beauty eigenlijk tekort. Tot in de details matcht deze wagen met het origineel. En vanzelfsprekend is ook het interieur van de wagen geheel in bijpassende stijl. Met rood-zwarte lederen bekleding en de laatste snufjes van 50 jaar terug. En alsof het nog niet genoeg is, u krijgt de Batcycle erbij. Moet u nog wel een maatje zo ver zien te krijgen om Robin te spelen. Wat dit mooi zo kost? $500.000. Duur, zegt u? Nou, het origineel is onlangs van de hand gegaan voor meer dan 4 miljoen, kniepert. Dus niet zeuren, maar kopen.